dat de alle deelnemers de rallyauto's voor een bepaalde deel van het land. De vermelding trouwens, Zuid of West. Alle deelnemers uitkwamen voor een bepaalde deel van het land. Oost, in hun eigen tak van auto's West. En tegen mensen van het andere deel van het land. We hebben hier Nico Biesheuvel in hun eigen tak van auto's West. Tegen mensen van het andere deel van het land. We hebben hier Nico Biesheuvel met een potje blauwe BMW en die van maar voorlopig Nico Biesheuvel. Ja, kop. Daar zien we de blauwe BMW en die van Klopt. Maar voorlopig Nico Biesheuvel. Pietro Biesheuvel. Willem van den Berg. Willem Wortel erachter met de Volkswagen. Het is Willem van den Berg die hier binnen doorsteekt. Rally Krupp van den Berg met de Willem Wortel erachter met de Volkswagen. Het is Willem van den Berg die hier binnen doorsteekt. Dit is geen Manta 400. Het is gewoon een Manta 2 liter van Jeroen de Vrijhoven. Manta 400. Dit is geen Manta 400. Maar je Manta 2 liter. Er staat Jeroen op de niet in het spel. Geen kampioenschap. Die gaat achter tevoren. Nog sprintkampioenschap. Maar je Manta hebt. Van den Berg staat tenslotte niet in het spel, geen kampioenschap, maar verliest nog sprintkampioens. Want daar gaat Willem Wortel natuurlijk. Van den Berg aan kop, Biesheuvel probeert nog binnen door, maar bij een rallycross hier over zo'n circuitje. Maar de navigatoren zitten er wel naast en die hebben natuurlijk niet meer te vertellen van links en dan weer links. Eigenlijk zinloos, maar natuurlijk wel leuk. Ten slotte delen die mannen in rallies en rally sprints lief en leed. En dat is het ook aardig als ze hierbij mogen zijn. Ari Knoppert naar een derde plaats ten koste van Nico Biesheuvel. Biesheuvel die het niet zo goed doet als je zou verwachten met die auto. Maar misschien had hij wel een klein technisch probleempje. Knoppert bedreigt nu Willem Wortel. Hij gaat inderdaad naar een tweede plaats. Terwijl Theo van den Berg daarvoor zit. Van den Berg een zeer talentvol rijder die in allerlei klassen goed kan meegaan. En Vrijhoven die daar gewoon weer dwars gaat. Die vindt het gewoon absoluut leuk. Hij rijdt toch achteraan. Van den Berg daar even een stukje strobaal mee pakkend. Terwijl Knoppert daar even terugvalt. Hij valt helemaal terug. Ik denk dat hij een versnelling gemist heeft. Want hij heeft nu wel weer tractie. Gas erop. Terwijl Vrijhoven daar ging. En hier, kijk eens, opnieuw Vrijhoven dwars. Vlak voor de finish. Van den Berg wint gewoon voor Willem Wortel, Nico Biesheuvel, Ari Knoppert en Jeroen Vrijhoven.